dus een kikker knutselen. Ik vind dat eigenlijk iets te kleuterachtig. We hebben echt veel mooie gesprekken gehad met z'n tweeën. Ik vind het zo leuk dat we met z'n tweeën doen. Jij ging een keer staan en het nadoen. Ik ging ook. En dan zie je de ouder naar je. Ik zeg, ja, ik zie helemaal mijn kind. Oh my god, ik kom net binnen. Het is mooi. Het is echt heel mooi. Ik ben heel blij met deze keus. Het is echt de perfecte kleur. Hospodus, hier man. Wij vervuilen ons, dus jij moet iets verzinnen. Ja, doosjes verplaatsen. Yay! Jongens, dit is gewoon leuk. Hallo. Tuurlijk kan ik het zelf overal, snap ik ook wel hoor. Jongens, het komt zo dichtbij, hè, het allemaal. Dit is super leuk. Hij kan er gewoon niet tegen, hij wordt helemaal agressief. Ik maak mijn foto's van alles. Trouwens, al die mensen die altijd denken van, hoe kan je nou leven van YouTube en 2 dagen juf zijn? Dit is toch geen werk? Ik denk dat het deze is. Is zo'n tomatenschil meestal sterker dan standing legs. Ik zie er een beetje uit zoals ik me voel. Ik ben een beetje verslaafd aan vroeg opstaan. Goedemorgen lieve mensen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is zo lekker dat het zo licht is. Echt, wat... Oh, mijn haar is ook licht. Wow. Wat een verschil. Het is buiten helemaal leeg. Het is zoveel lekkerder opstaan en niet normaal. Heerlijk. Zal ik weer laten zien wat ik voor eten heb? Ik heb alles al uitgepakt. Ontbijt. Ja, heel random eten. Ik heb echt maar weer random wat uit de kasten getrokken. En we gaan het wel zien. En dit is de program voor today. Het is gewoon al maart, jongens. Niet normaal. Morgen heb ik dus weer zo'n lesbezoek. Zo'n best wel officieel, zeg maar, voor... pre-inspectie lesbezoek. Want ik kreeg het pas vorige week dinsdag te horen. Maar ik dacht echt, ja, ik ga gewoon maandag wat pas voorbereiden. Want ik was gewoon zo druk met mijn huis. Dus dat komt wel goed. Maar ik heb dus echt nog niets voorbereid. Dus dat moet ik echt vanmiddag doen. En ja, dat is dus helemaal via EDI, wat ik vorige keer ook had gefilmd. Maar dan moeten we dus ook een nieuw lesdoel aanbieden. Want dat moet bij EDI. Maar we zitten nu in de herhaling. Dus dat betekent dat we echt een les moeten pakken die heel veel blokken vooruit gaat. Nou, niet heel veel blokken, sorry. Dat zeg ik. Moeten we dus een les pakken die, nou ja, het is het 6 dagen vooruit gaat of zo. Of 8, ik weet niet precies. Moet ik even kiezen of ik of... lesdoel... Je leert plus 1, plus 2, min 1 en min 2 sommen en dubbelsommen herkennen. Maar dat hebben ze toch al wel vaak gehad. Dat gaat mijn andere groep 3 collega doen. Of... Je leert 5 sommen herkennen en je weet het antwoord zonder te tellen. Maar ja, dat is wel weer een les verder, dus... Dat ik het beste gewoon die eerste les kan pakken. Maar goed, daar ga ik vanmiddag om naar kijken. En ik moet ook eventjes vandaag in mijn pauze alle Da Vinci knutselspullen gaan pakken. Want daar ben ik ook gewoon niet naartoe gekomen. Maar het komt goed. Ik moest gewoon even dat huis, maar dat is ook begrijpelijk. Verder ben ik helemaal prepared. Iemand commentte trouwens wel een keer van waarom zetten ze de stoelen niet zelf op de grond. Ja, dat is gewoon iets. Zo moeten we het op deze school doen. Ik heb eigenlijk nog niet gevraagd waarvoor het is, maar ik denk om je gewoon welkom te voelen. Kom lekker binnen, het staat al klaar. Ik moet zeggen, ik ben zelf heel erg een voorstander van dingen zelf doen. Dus ook zelf je stoel van tafel halen. Maar op deze school doen we het zo. En ja, dat is ook helemaal prima. Wat een lekker weer. Ik heb eigenlijk niet naar buiten in de middag, maar ik was even 10 minuten buiten. Heerlijk. Maar toen moest ik terug, want ik moet mijn knutsel nog voorbereiden. Ik wil echt proberen om op dinsdagmiddag de knutsel voor maandag voor te bereiden. Maar vorige week was het gewoon een beetje hectisch. Eigenlijk wil ik dus met Da Vinci niet, maar gewoon... We hebben het over kikkers, dus een kikker knutselen. Ik vind dat eigenlijk iets te kleuterachtig, want... We hebben het over het verschil tussen hoe kikkers ademen, hoe mensen ademen. Dus het leek me vet leuk om dan bijvoorbeeld... Het menselijk lichaam met longen en zo in groepsverwerking te gaan doen. Maar het doel is juist het dierengedeelte. En ja, een kikker van binnen gaan namaken vond ik een beetje lastig. Dus ik ga nu toch maar gewoon voor een simpele knutsel. Ik ga zo'n rol, een soort van rietje. Zo'n roltong kikker die zo kan blazen. Ik dacht, het is ook de laatste les van dit blok. Dus we hoeven het niet per se meer op te hangen. Ja, we kunnen nog 1 week ophangen. Morgen volgende week gaat toch alles weer mee naar huis voor een nieuw thema. Dus ik ga gewoon wat leuks met ze knutselen. Maar het liefst doe ik het niet. Dus mijn doel voor... Deze dinsdag is eigenlijk om het beter voor te bereiden voor maandag. Echt iets doordachts. Ik moet zeggen, ik heb 2 weken geleden er al over nagedacht hoor. Dus voor de vakantie heb ik over deze les nagedacht en me ingelezen. Maar ik kon niks bedenken. Dus soms is het ook gewoon moeilijk om iets goeds te bedenken bij een les. En dan moet je ook gewoon accepteren dat dit gewoon goed en leuk is. En knutselen is ook belangrijk. Alleen ik vind het gewoon goed om die koppeling... Het enige wat nu... Waarom een kikker? Ja, we hebben het over kikkers gehad. Maar je ziet niks terug van hoe ze ademen of zo. Maar daarom vond ik dit nog wel grappig. Want dan moet je je eigen longen gebruiken om... Hierin te blazen. Vond ik wel geinig. En ik heb dit gevonden in het knutsellokaal.
Het wordt natuurlijk alleen maar kleren. Dat vinden ze natuurlijk fantastisch. Maar leuk joh. Dus, dit hebben we nodig. En lijm. Schaar. Hallo, hallo. Volgens mij is het al bijna 5 uur. Ik was even met mijn collega, Zon, even onze les aan het doorspreken. En nu ben ik mezelf aan het uitwerken. Maar ik ga straks thuis verder, want het is echt al best wel 4:15. Echt super laat. Dit hebben we vandaag gedaan. De rietjes nog niet, maar ze zijn wel super schattig geworden. Ze gingen zelf heel slim in de klas spullen zoeken waarmee ze bijvoorbeeld rondjes konden overtrekken. Want ze moesten dus een groot rondje. En dan weer een rondje, weer een rondje, weer een rondje. Nou, je ziet bij sommigen is het echt een rondje geworden, bij anderen nog niet. En ik ga nu even mijn bord klaarmaken. Ik heb hier allemaal materialen verzameld vanmorgen. Qua voorkennis activeren om een 5-structuur te herkennen. Maar ook het getal 5 vind ik daar belangrijk bij. Mijn getalbeeld. Dus ook gewoon dit. 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 En dat is ook leuk meteen om daarmee het levensdoel. Want we moeten naast het lesdoel ook benoemen waarom je dit dus leert. Vond ik best een goede vraag. Waarom leer je dit? Want het is handig om te leren doortellen. Dus vanuit 5 doortellen. Maar ook gewoon de herkenning. Want het dus heel veel terugkomt. Het getal 5. Het komt gewoon in het leven vaak terug. Dus ik ga straks nog even googlen waarom eigenlijk dit dus geleerd wordt. Maar dat lijkt mij het doel. Wel leuk om er zo over na te denken. Het is mijn bak met verzamelingen. Ik heb eigenlijk wel zin in mijn lesbezoek. Want ik vind het toch leuk. Omdat je toch weer even extra goed voorbereid. En er weer extra mee bezig bent. Ook van waarom leren ze dit en zo. Dat je dat je nog bewuster afvraagt. En hoe ga ik het ze uitleggen op de beste manier. Maar ook dat je weer feedback krijgt. Want ik ben er niet echt meer bang voor. Ik heb wel merk ik dat ik het heel graag goed wil doen eigenlijk. Daarom bereid ik het ook pas zo laat voor. Want anders ben ik er heel veel mee bezig in mijn hoofd. Daar heb ik geen zin in. Ik vind het leuk om nu gewoon dan 1 middag van tevoren zeg maar ermee bezig te zijn en dan het goed te doen. Maar ja, ik vind het wel leuk en leerzaam. Oké, nu ben ik wel moe. Het viel echt heel erg mee hoe moe ik vandaag was. Het is 6:30. En ik moet mijn les vanavond gewoon nog voorbereiden hoor. Nog best wel veel doen. Tadam. Ja, ik moet echt nog veel doen. Nou ja, ik heb het gewoon. Ik zou nu gewoon goed een les kunnen geven, maar ik wil het gewoon extra goed voorbereiden. Zoals iedereen die een lesbezoek krijgt, dat is logisch. Dus even helemaal uitschrijven, uitdenken. En ik wil dat Edie-boek nog even lezen, dus misschien ga ik vanavond wel weer een mat. Gisteren ook een mat geweest. Maar waar? Er is geen schoonmaker. En er is niemand. En ik hoop niet dat ik de laatste ben en het alarm moet doen of zo. Nou, ik zit gewoon echt te studeren. Dit boek is zo interessant. Ik was er gewoon al niet echt naartoe gekomen. Maar dit is echt het interessantste boek wat ik ooit heb gelezen qua. Het is oprecht heel leuk. Het is zo goed geschreven. En ik sta er ook helemaal achter. Dus ik vind het echt, echt leuk. Als je leerkracht bent en je hoeft dit op school niet te doen, is dit wel een hele erge aanrader. Ik geloof heel erg in deze manier van lesgeven. Ik ben blij. Ik doe ook al best wel veel. Ik merkte dat ik heel erg gefocust was op, ja, maar wanneer moet ik dat dan doen? Wanneer moet ik controle van begrip? Wanneer moet ik een hoge orde denkvraag? Wanneer moet ik kinderen wegsturen en differentiëren? Maar als ik het zo lees, klinkt het heel natuurlijk en doe ik ook al best wel veel. Hun doel, zeg maar, hun visie is eigenlijk gewoon heel erg van, zeg maar, aan het eind van een blok een toets maken en zien wat je fout hebt. Eigenlijk is het allemaal te laat. Na een uitleg je werk gaan maken en de juf gaat het in de middag na school nakijken. Ja, je krijgt de dag erna terug. Dan heb je dus eigenlijk die les al niet goed geleerd en niet je tijd goed benut. Dus leg iets uit en ga meteen checken. Vraag of ze het snappen. Leg het weer uit en vraag of ze het snappen. En dan is mijn vraag nu nog, kinderen die het snappen, moet je die dan dus ook al aan de slag laten gaan of niet? Ik denk het wel, maar ja, het is heel interessant. Gewoon direct om een paar minuten sowieso weer vragen, checken of ze het snappen, checken of ze het snappen. Want anders zit je soms zo lang uit te leggen en je moet direct die feedback kunnen geven. Want anders is het al te laat. Dus super interessant. Dus mijn ouders zijn nu sport en ik ga even lekker hier verder studeren. Ik ben nog niet eens per se mijn les aan het doen, maar ik vind het gewoon heel goed om dit te lezen. Good morning. Geen tijd om te kletsen, want het is al 8:00. Ik ben pas net op school. Ik zat zo hard in mijn les nog dat ik een beetje laat ben, maar het komt goed. Jeetje, wat ben ik moe. Ik ben echt kapot. Het is weer bijna 6:30. Ik ga naar huis. Ik ben zo moe na vandaag. Een hele intense dag. Het ging super goed, maar het was een hele intense dag. Ook een oud leerling die hier op school zit, die ik vroeger in groep 4 heb gehad, waar het niet zo goed even mee ging. En er kwamen heel veel emoties bij mij vrij, waardoor ik op een gegeven moment ook echt moest huilen. Dat was in mijn gymtijd, omdat ik het gewoon erg vond om te zien hoe het ging. En ik kan verder niks over delen natuurlijk, maar er kwamen emoties vrij. En
Ik had natuurlijk mijn lesbezoek en de kinderen waren daar toch wel wat onrustiger, want de hele routine liep anders. En er was een meisje met wie het goed ging, daar ging het nu vandaag weer veel minder mee. We hadden een bordwerksessie nog om 4:15 met het team. Ik had natuurlijk mijn lesevaluatie, ik heb met IB zitten praten. Gewoon een hele drukke dag, ik ben echt kapot. Gewoon wat ik gisteren nul had, heb ik nu weer dat je zo vies en bezweet en moe en droge ogen. Helemaal kapot, maar dat was hartstikke goed. Hele mooie complimenten gehad bij mijn lesbezoek van hoe rust ik uitschouw, hoe goed mijn klasmanagement is. En dat ze allebei zeiden van de directeur en de IB'er van het lijkt me zo heel fijn en heerlijk om als leerling bij jou in de klas te zitten. Wat prettig en echt hele mooie complimenten. En over de EDI-les waren echt nog genoeg opmerkingen, maar dat wist ik, aanmerkingen. Kan ik weer harder aan trainen. Vooral over de instructie gewoon wat korter laten verlopen. Gewoon even wat sneller, chop, chop, chop en... daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik zit ook zo te struggelen met hoe het moet dat ik echt 1000 voorbeelden ga bedenken. Wat eigenlijk allemaal veel te lang duurt. Omdat je natuurlijk omdat je nu zo bewust bezig bent met wat je allemaal in je les moet proppen. Dat je veel te veel eigenlijk wil. En daardoor duurt het eigenlijk allemaal te lang. Maar ja, heel interessant. En nu ga ik denk ik niet meer vloggen vandaag. Ik ben kapot. Ik ga naar huis. Ik moet eigenlijk... Mama is bij de sauna. Die is aangenomen ook bij de sauna. Die had een sollicitatie. En ze is naar de sauna geweest. Heel leuk. Die eet niet mee, dus papa en ik eten pannenkoeken. Ik hou er nooit zo van, maar hij gaat ze zelf bakken. Op zich vind ik het eigenlijk wel lekker vandaag. En ik heb mijn schoolsleutel gevonden, die was ik kwijt. Die zat in dit jasje, dat heb ik vorige week dinsdag ook aan. En mijn huis is helemaal gewit. Ik kreeg met een filmpje supermooi. Ik ga weer niet erheen, want ja, het voegt eigenlijk niks toe. Morgen gaan ze de kleuren doen, dan zijn ze klaar. Morgen komen ze ook voor de vloer werkbezoek doen voor vrijdag. En ik heb de hele week oudergesprekken. Nou, vrijdag waarschijnlijk niet, want dan ga ik naar mijn vriendinnen. Dus had ik al gezegd dat ik dan niet kon, maar nu 2 dagen ouder gesprekken. En volgende week maandag en dinsdag ook. En ik heb het koud, ik heb honger, ik ben moe. Het was zo lekker dat ik gisteren niet moe was. Eigenlijk, ik weet niet hoe dat kwam, maar nu heel moe. Dus ik ga naar huis. En ik moet vanavond editen, morgen moet ik ook mijn vlog online. En we hebben oudergesprekken van 2:30 tot 5 of zo. Goedemorgen mensen, het is vandaag woensdag en ik zit lekker heel even in het zonnetje met een matcha. Het is nu, ik heb denk ik 1,5 uur geëdit. Het is bijna 10:30. Ik ben zo blij, want ik heb echt een vroeg ritme. Ik was eigenlijk 6:15 al klaar wakker. Dus had ik 7 uur geslapen zonder wakker te worden. Dat is echt bijzonder. Voordeel van leerkracht zijn. Voorkracht. Ik zit zo erg woorden om te rijden. Maar toen dacht ik, oké, omdat ik gisteren best wel moe was, ga nog 1 keer slapen. En toen heb ik dus nog 2 uurtjes geslapen tot 8:15. En vet veel gedroomd. Dus dan zit ik in een soort remslaap. Het stomme is alleen, als je dan wakker wordt, ben je dus heel moe. En als je dan ook nog eens gaat editen en niet de deur uit gaat, dan blijf je een soort moeig. Maar goed, dus ik ben eigenlijk wel blij dat we deze week lekker oudergesprekken hebben. Ik vind het wel lekker om gewoon dat ritme van dingetjes moeten doen. Ik hou er wel van. Het stomme is alleen dat mijn betere camera, zeg maar, die had ik expres in mijn huis laten liggen. Zodat ik daar steeds beelden kan maken die niet zo schommelen. Dus die kan ik nu niet inladen. Dus die kan ik pas vanmiddag inladen, vanavond. En dus dan moet ik vanavond die beelden er nog bij editen. Maar alles wat ik op deze camera heb staan, heb ik een deel bewerkt. Dan moet ik nu ook weer gaan inladen. Dus ik ging eigenlijk alleen even naar beneden om mijn matcha te halen. En dan weer de beelden te importeren. En ik had dus een belafspraak, dacht ik, met een bedrijf voor een bed. Maar ik hoor niks van ze. Dus ik ben bang dat dat niet doorgaat. Dus dat vind ik wel heel jammer. Maar oh, wat is deze zon lekker zeg. Niet normaal. En ik ben zo benieuwd naar mijn huis. Want als het goed is, als ik dus na de oudergesprekken erheen ga, zijn de vloerenmannen geweest voor een werkbezoek en is het af. En ik hoop natuurlijk heel erg dat ze het schoon hebben achtergelaten en netjes. Maar zo niet denk ik ook, ja, dan is het ook wel klaar. En dan als de muren maar goed zijn, dan ga ik wel gewoon even schoonmaken of zo. Maar het liefst ga ik nu sporten. Maar omdat het dicht bij mijn huis is, combineer ik het liever vanmiddag met mijn huis. En nu eventjes editen. Dus dat is mijn dag. En morgen weer oudergesprekken. En voor het weekend nog helemaal geen plannen. Dus ik moet ook even gaan kijken wat ik ga doen. Kom je even kijken? Terwijl ik aan het editen ben, hè? Ja, je bent zo lief. Je bent zo lief. Ja, je bent zo lief. Ik moet altijd even checken, hè? Ik ga weer even naar beneden. Ik heb weer een uurtje gered, want ik heb over 10 minuten een call. Met misschien een bedrijf die zal samenwerken voor een bed. Wat super leuk zou zijn. Vraag hoor. Ja. En dan kan ik ook gewoon meteen de order op de tweede verdieping zetten. Oh ja, en dan is het wel zeker dat die artikelen wel leverbaar zijn. Oh, geweldig.
geweldig. Oh ja. Daar ging het om, dat het een hoofdletter Onze is. Gesprekken duurden tot 4:10, hè? Maar het is nu 5:05. Huh? Ja, officieel. Oh, we hebben nog een extra gesprek achter. Ja, de laatste duurde van 4:10 tot 4:10, maar die begon niet. En toen kregen we nog ouders die terugkwamen. Het was wel heel leuk om het samen te doen. Ja, toch? Heel leuk. Ja, heel goed. We zitten lekker op één lijn. Het grappige, we zijn eigenlijk heel erg hetzelfde, maar ergens toch ook net een beetje anders. Leuk. Je vult elkaar aan, hè? Vul elkaar heel erg aan, maar als jij dan weer even druk doet, dan ben ik weer een beetje de rust, toch? Ja, nou, daar ga ik wel op in, hè? Maar dat vind ik wel leuk. Maar dat voel ik aan. En dan word jij ook rustiger. Moet ik weer rustiger, ja. Ja, vond ik ook heel leuk. Ja, we vult elkaar heel erg aan. Ja, we vullen elkaar heel goed aan. Grappig, maar ik vind het grappig dat ik dus eigenlijk zo een beetje rustig ben geworden gedurende de jaren. Met sommige dingen. Ik kan ook heel erg druk, maar ik kan dan ook weer heel erg rustig. Maar dan word jij ook weer rustig, maar jij kan ook weer ineens je moment van rust heel pakken. Rustig. Maar moet je nagaan hoe jij soms weer dan druk maakte over ouders of zo? Terwijl het gewoon over het kind gaat. Nee, nooit meer. Nee, toch? Superleuk oudergesprekken. Ik miste dat ook echt toen ik stage, of toen ik invalwerk deed. Het is zo leuk. Dan heb je die betrokkenheid niet. Wij doen hetzelfde, wij doen heel erg het kind na. Dus als wij een voorbeeld noemen over een kind, gaan wij echt letterlijk het kind imiteren. Ja. Maar dat zijn echt ouders die dat zo erg kunnen waarderen omdat ze echt een kind zien. Nou ja. Sommige, jij ging een keer staan en nadoen. Ik ging ook. En dan zie je de ouder naar je zeggen, ja, ik zie helemaal mijn kind. Maar dat probeerde dat ik doet net, meer dan woorden. Dat probeerde ik net nog even tegen hun te zeggen. Hoe fijn het eigenlijk is hoe we hun kind zien. Ja. Je hebt ook mensen praten alleen maar over hoe ze gesproken Nou ja, je hebt zo, ik weet van andere ouders ook. Dan vertellen ze hoe een oudergesprek was. Niet dus bijvoorbeeld vrienden van mij of zo. Mm-hmm. En dan, ja, alles was goed. Denk ik, ja. Er zijn zoveel leerkrachten die gewoon zeggen dat alles goed was. En alleen even de scores bespreken. Ja. En dan is je kind op de middelbare en dan denk je, waarom heeft nooit een leerkracht het gezegd? En wij zeggen het al in groep 3. En wij benoemen het en we schrijven het ook nog op. Dus het staat ook nog... Dat vind ik echt goed van ons. Nou, nu ga ik naar mijn huis. Ik hoop zo dat het klaar is. Morgen gaan ze alle lampjes en zo er weer opzetten. Ze komen morgen weer. Je moet even... Zo benieuwd de kleuren. Moet ook gaan voor het donker wordt. Precies. En je moet even die pakketjes... En dat deurslot. Oh. Ik hou echt van oudergesprekken. Ik vind het echt niet erg om op mijn vrije dag hiervoor te komen. Het is wel al laat. Al bijna 5:30. Dus ik ga nu snel naar mijn huis. Ik hoop zo dat de muren geverfd zijn. Ik ben zo benieuwd. Ik heb geen flauw idee, hè. Ik heb het niet getest op de muur. Ik heb geen idee. En nu is het nog licht, dus... Spannend. Oh my god, ik kom net binnen. Het is mooi. Ik weet niet of ik het voor de slaapkamer wel helemaal slaapkamerkleur vind. Ik ben net echt 1 seconde binnen hoor. Maar de gang. Oké, ik was al bang dat ze dit stukje ook zouden meepakken. Ik had gezegd dat dit stukje niet hoefde. Omdat ik dacht, ja, hier zit zo wit, het hoeft niet. Maar ik vind niet erg dat ze het wel hebben gedaan. Maar hebben ze ook de deur gefixt? Nee, ze hebben niet de schade op de deur nog gefixt. En dan ook niet schoongemaakt. Maar oké. Het is heel mooi op de gang. Wow. Ik heb dus ook voor de linkerkant gekozen. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het echt mooi. Ja, er zullen ook mensen zijn die zouden zeggen, je had die linkerkant niet moeten doen. Ik moet eerlijk zeggen, dit hoefde van mij niet. Dit wilde ik dus wit. Dat heb ik ook duidelijk gezegd, maar ze hebben het niet begrepen. Ik wilde het pas vanaf hier. Maar het is niet heel erg. Maar ja, ik vind het wel heel mooi zo. Want die witte deuren zijn gewoon... Veel, ja, het zijn geen mooie deuren, maar ik vind het veel mooier als het er omheen niet wit is. Het lijkt wel donker, maar het is denk ik echt omdat het gewoon niet licht meer is. Dat kan niet door die kleur komen. Maar wat matcht het mooi met die stalen deur. En je ziet aan het einde, zie je die kleur bijna niet, omdat daar natuurlijk heel veel licht op valt. Lijkt het een hele andere tint. Oh, het is heel mooi de plum. Oh my god, jongens, het is heel mooi. Ja, ik wist het natuurlijk niet. Oh, nu wil ik het, vind ik de keuken ineens heel saai. Nu wil ik ook ineens die plumkleur in de keuken hebben. Omdat het zo mooi is. En jullie kunnen natuurlijk niet beide kleuren samen zien, maar het is echt heel mooi. Ik ben heel blij met deze keuken. Zie je hoe cool die keuken nou ineens is? Kijk, hier komen natuurlijk gewoon gordijnen. Dus dit wordt een kleur, dit is een kleur. En dan is alleen die keuken ineens zo super wit. Ik heb nu echt zin om die plum ook hier te hebben. Omdat ik het zo mooi vind. Het is echt de perfecte kleur. Ik was bang dat die veel donkerder zou uitkomen, maar het is perfect. Oh, mooi. En met die deur, ik ben zo blij. Ik heb nu ook geen zin om op zoek te gaan naar of er dingen niet goed zijn. Ik vind het... Oh, wat is het mooi. Ik ben helemaal happy. Ze hebben weer een oplader erin gelaten. Jongens, duimpje omhoog hiervoor. Ze hebben ook...
heel mooi het laatste randje wit gelaten of zo. Hebben ze dat expres gelaten dat het dan optisch mooier lijkt? Want ik vind het wel mooi. Niet helemaal tot in de hoek. Ik vind het echt prachtig. Wat dus zo balen is, is dat dit ding dus scheef hangt. En ik had het dus niet gezien, anders had ik het voor het stukken kunnen fixen. Morgen gaan ze alle lampjes en stopcontacten en zo er weer opzetten. Ze hebben ook heel mooi... De keuken ziet er wel strak uit hoor. Hier dat gat waar al het eten in viel, hebben ze gekit. Nu denk ik, had ik die plum ook maar in de slaapkamer kan altijd nog. En wat ik nu heb is sowieso niet verkeerd. Maar wat een mooie kleur. Ik ga het meteen naar mijn buurvrouw sturen. Want die gaat dit echt fantastisch vinden. Ik ben benieuwd hoe het was geweest als ik deze wit had gelaten. Maar ik denk met die deuren erbij dat ik het veel te wit had gevonden. Ja, dit is ook wel leuk voor de slaapkamer. Het is gewoon heel clean. Maar plum was ook mooi geweest. Oh ja, die deur gaan ze er ook nog in zetten. Jongens. Ja, ik heb zin. Ik wil ineens overal kleur hebben, joh. En hier komen dan ook nog gordijnen. Hier komt een kast met witte deuren. I'm really happy. Wowie. Vooral met de gang. Rechterwandgang, rechterwand woonkamer en de plum. Dit had denk ik nog een leuker kleurtje kunnen zijn voor een slaapkamer, maar ik vind het mooi. En ik weet niet wat ik nou precies vind van, jawel, ik vind het wel mooi. Ik ben blij. Wat fijn. Wij zitten weer, heerlijk in het zonnetje. Ik heb hier de druiven. Oh my god. Kijk, ik wil dus lekker in het zonnetje zitten. Maar ik ga nu hier dit warm water in. Ga ik mijn remover erin doen. Hoppa. En dan ga ik lekker in het zonnetje eraf weken. Een kwartier ongeveer. Dan hoef ik lekker verder niks te doen. Dan ga ik met één hand de poes aaien. En met de andere hand lekker weken. Oké, het is er bijna af. Maar ik heb zo oudergesprekken, dus ik ga hem even opmaken. Lekker, ik ben al bruin. Ik heb me alleen niet ingesmeerd, dus de vlekken are real. Maar ik ga even opmaken met deze baby en dan ga ik lekker naar school. We hebben 4 oudergesprekken, maar na het eerste oudergesprek hebben we 1,5 uur niets. Dus dan kunnen we lekker even wat dingetjes in de klas doen. Oh, wat is het niet mijn werkdag? Oh ja, werd trouwens gisteren een pakketje bezorgd met iets wat ik niet had besteld. Had haar dat dus voor me besteld. Omdat ik zei van, wow, heb jij een mooie screen protector? En hij zag dat die van mij er echt niet uitziet. Helemaal gebarsten. Dus hij heeft er eentje voor me laten bezorgen. Cute, hè? Misschien gaan we de dingen nu maar eventjes opplakken. Oh, de oudergesprekken zitten er weer op. Ik ben meteen door naar de sportschool gereden. Ik ben me in de auto aan het omkleden. Ik had heel slim. Ik had dus dit blouseje aan. Oh, heb ik helemaal niet gefilmd, volgens mij. Hoe ruikt die? Lekker schoon. Ik heb hele fijne nieuwe deo. Dus die is echt goed. Trui aan. Sokkenwissel. Schoenenwissel. Oh, ik heb mijn vrouw zo op mijn schoenen gezet. Charlotte, dat is niet mijn voor je schoenen. Oh. Het is zo mooi weer. Jezus, die schoenen. Het is zo mooi weer aan het worden dat ik echt dacht van, oh nee. Ook heb ik niet op tijd mijn zomerklerendoos ergens. Maar toen zag ik dat ik die gelukkig heel slim al had meegenomen naar het huis van mijn ouders. Dus die staat nu in mijn auto. Kijk, ik heb dus vegan Uggs gekocht van Dierenleed. Oké, ze stinken niet, maar ik heb letterlijk nooit zweetvoeten. En in deze schoen heb ik zulke zweetvoeten. Want ik ging er dus met blote voeten in. Want ik vind altijd met dit soort schoenen echt niet lekker. Gat, maar mijn voeten helemaal warm. Eeuw, valt zo vies. Maar ik had dus heel slim een zwarte sportbroek aan. Met dat blouseje en een zwarte Uggs. Dat eigenlijk net te warm is voor Uggs, maar daar was het echt een outfit. Ik dacht, dan kan ik in de auto maar lekker... ontploft, omkleden. En dan hoef ik dus alleen maar even mijn schoenen en mijn trui te wisselen. En ondertussen zie ik er bij de oudergesprekken ook gewoon normaal uit. Slim, hè? Slim! Niemand die weet dat ik een sportbroek aan had. Ik vond het dan ook weer niet lekker om voor de oudergesprekken te sporten, want het voelt dan toch niet helemaal. Ik voel me eigenlijk nooit goor na het sporten, omdat ik niet zo erg zweet. Maar toch voelt het niet echt netjes of zo. Dus daarom nu erna. Ik heb helemaal warme voeten. En hierna kan ik naar mijn huis. Ze zijn alles aan het afronden. Ik krijg net op Instagram of op YouTube allemaal reacties dat ik
heel blij moet zijn met mijn sucreurs en schilders. Omdat het nooit zo netjes wordt achtergelaten in je huis als bij mij. Maar ja, ik weet dat allemaal niet. Dus ik mag daar dus blij mee zijn. Maar ja, ze had het natuurlijk gezegd, hè, van maak alles schoon. Dus daarom was ik best wel kritisch. Want als je dat zegt, ja, dan verwacht ik het natuurlijk ook. Wat is dit allemaal? Ik ga weer natuurlijk zo'n heel mooi koffieapparaat. Maar ik krijg nu gewoon weer mijn eigen oude Nespresso apparaat. Maar dat melkopschuim dingetje was al heel lang kwijt. Dus ik heb een nieuwe besteld op Amazon. Ik heb geen zin om te sporten. Maar goed, ik ben een week niet geweest. Dus dan gebeurt dat. Als je lang niet bent geweest, dan heb je geen zin. That's how it works. En ik heb dus alleen maar kikkererwt met avocado gegeten en feta. Om 11:30. En het is nu, denk ik, 16:30. Of zelfs later. Dus ik heb eigenlijk te veel honger om te sporten. Het is 16:45. Oh, heel lief berichtje van een ouder. Ik ben heel erg blij met jullie als docententeam. En nog een hele lieve tekst erachteraan. Dat kan ik heel erg waarderen. We hebben echt veel mooie gesprekken gehad met z'n tweeën. Ik vind het zo leuk dat we met z'n tweeën doen. Mama ook. Echt heel leuk. En het grappige is dat in Weesperslijs waar wij wonen zijn er toch wel veel werkende ouders. Veel naar de BSO. Maar alle ouders waren dus met z'n tweeën gekomen. Dat vind ik toch wel heel bijzonder dat iedereen toch die tijd vrijmaakt van zijn werk of wat dan ook om met z'n tweeën te komen. Dat vind ik wel heel leuk. En mama en ik dus ook op morgen na alles met z'n tweeën. Dus dat is wel heel fijn. Oké, het is bijna 7:15. Ik kom net naar huis binnen. Ik ben benieuwd. Het ziet er volgens mij echt heel netjes uit. Het is wel een beetje donker. Het is nu niet echt goed licht om alles te checken. Volgens mij ziet het er allemaal heel netjes uit. Ze hebben alleen hun bakken met verf laten staan. Ik weet niet waarom. En een cola. En hij heeft dus... Oh, jammer. Hij heeft het er niet in gezet. Die dingen. Ja, het is zeg maar die klusjes. Man had gezegd, ik zet het er wel weer voor je in. En de officiële, de baas zeg maar, die zei nee, dat doen wij niet. Maar alle lampjes zijn dus ook door te stukken van hun draad af. Deze doet nog wel. Ja, ik heb daar dus gewoon geen verstand van, dus dat is wel balen. Maar verder mag ik volgens mij niet klagen. Wat zijn de kleuren mooi, jongens. Fijn. Morgen beginnen ze dus al met het egaliseren van de vloer. Spannend. Ze hebben de keuken ook heel mooi gekit. Ja, ik kreeg allemaal comments van... Nou, normaal maken ze helemaal niet schoon hoor. Ze van wees blij, maar ze hadden natuurlijk gezegd dat ze schoonmaakten. Dus ja, dan kijk je natuurlijk met een andere blik. Het ziet er goed uit. Dat dingetje boven de slaapkamer is weer wit. Echt veel beter. Het ziet er netjes uit, maar het begint heel donker te worden. Dus ik kan het niet goed beoordelen. Ik hoopte dat iemand... Oh ja, dit is mijn koffiedingetje. Die leg ik even in mijn bestekla. Hard op denken aan die vergissing. Ik hoopte dus dat iemand mijn sleutel wilde aannemen voor de mannen van de vloer. Zodat ik hier niet morgen om 8:00 naartoe hoef. Of die mannen niet bij mij moeten ophalen in de ochtend. Dat wilden ze dus doen, maar dat vind ik zo zielig. Maar niemand van de buren zegt dat het kan. Dus ja. Dan moet ik maar even een andere oplossing bedenken. Maar het ziet er heel goed uit hier. De vloer moet natuurlijk leeg. Ouders gaan dus al eten. Ik wilde natuurlijk pas komen als de mannen weg waren, want anders zit ik zo in de weg. Dus het liefst zou ik hier een beetje gaan schoonmaken. Als ik toch niet kan mee eten. Maar ja, de vloer zal ook wel vies worden hoor. Dus ik denk dat ik gewoon even alle dozen, het staat hier helemaal vol op de grond. Alles nu naar de badkamer en de wc ga verplaatsen. Het bergblok zit ook helemaal vol. En dan, ja, dat is wel even belangrijk nu, want dat moet nu gebeuren. Nou, de doosjes verplaatsen dan maar. De vloer in de badkamer en de wc wordt dus niet gedaan. Zo dus had ik ook van tevoren bedacht. Dat ik dus als ze gingen verven, kon ik hier de dozen kwijt. En als ze gingen de vloer gingen doen, kon ik daar de dozen kwijt. Nou ja, heel veel stof, dat wel. Wow, geesten. Oh, dit is zo grappig. Dit is een
gereedschapskist van mijn opa. Maar zij hadden altijd, mijn oma deed altijd alles in bakken ijs. En ik zie hier nu zo'n bak ijs. Wat leuk. Dat is voor mij echt nostalgie. Ik hoop maar dat mijn vader wil helpen met die lampen en die afzuigkap en zo weer terug erop zetten. Want hij kan dat wel. Of het me even wil uitleggen. Ja, tuurlijk kan ik het zelf ook wel, dat snap ik ook wel hoor. Kan het niet. Niet verwacht dat niemand zou reageren op een vraag over die sleutel eigenlijk. Want iedereen is best wel aardig. Maar ja, misschien is er echt niemand thuis. Ja, dat kan. Hé, hey, er zit gewoon nog verf en hebben ze het daarom laten staan. Kijk, hier zit gewoon nog plan in. Maar daar kan je niet heel veel mee, maar het is wel heel leuk. Stel dat ik in mijn slaapkamer een schilderijtje wil ophangen met een accentkleur van plan. Wat aardig. Zijn wel super hoor. En hier heb ik nog wit, maar hij heeft geen deksel op. Dus daar kan je dan niet echt mee. En dit is een hele zware emmer. Met die beige dan, Saint-Tropez. Dit is dus Saint-Tropez van Vesting. En dit is dus mild plan van Flexa. Ja, hier is nog een beetje van die in. Nou ja, het is wel misschien handig. Voor als je een kleine schade hebt of zo. Nou, dat vind ik wel heel aardig. Ik wil deze ook wel bewaren dan, maar hoe ga ik dit bewaren? Want het gaat hard worden. Volgens mij mag ik echt heel erg tevreden zijn met dit allemaal. Fijn zeg. En ik heb de datum van mijn gordijnen nog 3 weken of 2,5 week naar voren kunnen krijgen naar 11 maart of zo in plaats van 1 mei. Nee, 11 april in plaats van 1 mei. Dit worden dus mijn gordijnen. Zo. Zo. Grappig hè? Zo, alles is leeg. En kijk, ik vind het zoveel beter nu het weer wit is. Ik vind het echt beter. Ik vond het heel raar. Mooi hoor. Je ziet er ook helemaal niks van dat er een kleurtje onder is gezeten. Super. Kijk, dit is gewoon een statement. Dit hoort gewoon wit te zijn. Ik vind het echt top. Ik weet dus alleen echt niet hoe ik die dingen er weer in krijg. Want het is echt helemaal dichtgestuukt. Dus het past er echt niet. Oh, ik film scheef. Maar het past er echt niet in. Ik moet eigenlijk ook nog even stoffen blikken of zo. Ik heb geen stoffen blik. Alleen een bezem. Kijk, hier gaat hij er wel in. Ik heb het nu op heel veel plekken geprobeerd. Tip, oh sorry, ik zit weer scheef te filmen. Maar tip is denk ik wel om, het er niet helemaal af te halen. Zoals in de keuken heb ik dit erop laten zitten. Het scheelt je vet veel werk en het boeit niet als hier een beetje verf op komt. Dus ik ging toen natuurlijk in mijn lunchpauze vorige week dinsdag, of tijdens de gym, ben ik heel spastisch alles eraf gaan halen. Maar het hoeft helemaal niet. Kijk, nu alsnog zie je hierboven zo'n... Dus eigenlijk kan je beter er gewoon op laten zitten. Nou ja. Leren jullie weer wat van mij? Dan moet ik het overal erin gaan zetten, maar het lukt me niet. En ik ben bang, als ik die rand ga kapot ga trekken, dat het dan helemaal gaat breken of zo. Dus ik wacht even totdat ik weet wat ik moet doen. Ik vroeg aan mijn ouders of iemand zin had om even te komen helpen met die dingen er weer op zetten. Mijn vader komt eraan. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dit nou... Kijk, het is zoveel stof. Het is echt zo stof. Maar ik kan nu wel leuk op bezemen. Het is een hele zachte bezem. Maar ja, ik heb dus geen stof voor mijn blik. Ik kan er wel één hoopje van maken. Zij gaan natuurlijk nog wel schuren, denk ik, of zo, maar ja. Wat een stof! Ja. Ga maar even vegen. Jongens, het komt zo dichtbij, hè, met allemaal. Besef eventjes dat het is nu donderdag, nou zaterdag. Dit is echt een veel te zachte bezem. Wel goed voor een gietvloer. Zaterdag, over een week, komt al mijn hele grote IKEA-bestelling. De keuken, die ik zelf moet monteren trouwens. Besef. Eigenlijk zouden de muren pas worden gedaan na de vloer. Maar omdat zij zo snel konden, is het gewoon nu al af. Dat is toch geweldig. Oh, ik ben blij dat ik aan het bezemen ben. Dit is niet zo mooi voor de gietvloer. Dus heb ik allemaal stuk in mijn vloer.
Laat ik een bouwstofzuiger. Het ding is alleen dat die vloer natuurlijk zo niet egaal is. Zie ik niet zo goed wat ik nou aan het vegen ben. Mooi gedaan hoor. Ja, hè? Maar ik weet niet waar hij die zakken van al niet af. Het ziet er netjes uit met het wit hier. Ik heb het nog nooit gedaan, dit. Wat? Dit? Stickers dingen erop zetten, even eraf halen, nog nooit gedaan. Nee, hoeveel stickers uit? Hola, ik ben weer thuis, het is 9:30. Ik ga zo naar boven, papa en mama zijn net klaar in de badkamer. Dus nu ga ik eigenlijk, maar ik was even mijn beelden aan het importeren. Maar aan de ene kant ben ik echt super blij hoor, want mijn huis is echt prachtig aan het worden. En het is heel netjes achtergelaten eigenlijk, het ziet er super mooi uit allemaal. Alleen, ja, het is wel gewoon vervelend dat ik denk, ik had het zilver gewoon kunnen laten zitten als ik had geweten dat ze het er niet op gingen zetten. Want de stucadoor is van, oh, ik zet het er wel voor je op. Maar de baas zei dus van, nou, dat is niet de bedoeling. Dat staat ook op de site en zo, dat we dat niet doen. Dus prima. Maar ja, ik dacht natuurlijk dat ze het wel zouden doen. Dus nou, dat is even balen. Maar wat nog meer balen is, is dat ze waarschijnlijk de zak hebben weggegooid met alle stopcontacthoesjes. En al die dingetjes, die plaatjes, die schroefjes, die hele zak. Die hele grote witte plastic zak die ze zelf gevuld hadden. Is verdwenen, want ik was natuurlijk aan het opruimen en ik heb alle dozen verplaatst. En daarna nog elke doos opnieuw gecheckt. Van misschien zit het ineens in een doos, wat ik al wist dat het niet zo was. Zelfs mijn berging gekeken, terwijl daar natuurlijk ook niet rond liggen. Het is dus weg. Dus ik heb ze geappt, maar ja, het is natuurlijk avond, dus ik heb geen reactie nog. Maar vet balen, ook voor hun, want ja, zij moeten dan toch dat fixen. Dat is ook balen, want je wil dit onderdeel ook afsluiten. Gewoon factuur betalen en op naar de vloer, weet je wel. Dus dat is wel jammer. Maar verder komt alles goed. En morgen ga ik niet naar de baby van Lotte. Want dat, ja, ik wacht rustig tot ik mag komen. Maar ik ga wel voor de tweede keer naar de baby van mijn andere vriendin in Deventer. Dus dat is heel gezellig. Good morning, wow, haar. Ik moet het nog even. Ik heb het al geveend, maar ik moet het nog langer veunen. Ik ben al sinds 7:15 wakker. Ik heb al mijn haar gewassen. Ik ben al lekker lang wakker. En ik ga zo even langs mijn huis, want ze gaan vannacht de vloer egaliseren. Dus dan kan ik er even langs wippen. En dan gaan we om 10:30, als het goed is, richting Deventer. En ik wil alvast even één hand gaan doen. Ik heb een heel dun restje gewoon laten zitten. Ik dacht, dan vul ik dat op. En ik heb dus allemaal kleurtjes nog in Zoetermeer liggen. Maar ik had al een tijdje terug wat kleurtjes meegenomen die ik dan wilde gaan gebruiken. Dus ik wilde een beetje voor blauw gaan. Dus ik heb vitamin C. Dit is de base powder. En dan had ik nog blueberry kiss. En frozen. Dat ga ik hier wat leuks mee maken. Zit een beetje in zo'n lenteachtig weer, maar het is officieel nog winter. Topcoat, basecoat en activator. That's what we need. En je hebt ook nog een primer, maar dat is niet per se nodig. Dus ik ga het gewoon lekker zo doen. Gaan we gewoon lekker beginnen. Het is gewoon alsof je je nagels aan het lakken bent. And then we're going to dip. Hoppakee. Tada. Tap, 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 tap. Boosh, 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 boosh. Weer een laagje base. Ja, en dan gaan we lekker dippen. Satisfying. Wat een lekker kleurtje. En daarvan doe ik dan nog een laagje. Dat is zo satisfying. Kijk dan hoe lekker. En het leuke is dat je je nagels hiervoor dus helemaal nog niet per se de goede vorm hoeft te hebben gevuld. Dat ga je eigenlijk allemaal later doen. Kijk hoe netjes het er al uitziet. Nu komt de activator. Die gaat het helemaal hard maken. Een één geheel. Heerlijk. Dit is echt het magische proces. Ik moet zeggen, het ziet er netjes uit hoor. Die activator echt overal. Want je wil natuurlijk, als chemisch proces, dat hij natuurlijk alles helemaal goed uitharkt. En dan eventjes wachten. Tof kleurtje. De vriendin waar ik nu naartoe ga, dit is ook echt een kleur voor haar. Oké, nu ongeveer 2 minuutjes later. Dan ga je dus zachtjes even veilen, maar die van mij ziet er eigenlijk echt wel heel goed uit. En hij is ook niet dik of zo. En dan dus nog een laagje activator. Dan gaat hij weer mooi shinen. Wow, dit is echt een kleur die ik normaal nooit kies, maar ik vind het heel cool. Wordt maar weer lekker hard. En dan klaar. Topcoat erop. En dan is het ready.
concealen. Kijk, niet meer overheen gaan, want hij is gewoon perfect nu. Laat het drogen en klaar ben je. Door met de rest. Wat ik zo leuk vind, is in de nagelsalon zit ik altijd te stressen van, oh my god, ik weet niet welke kleur ik wil, welke kleurtjes, op welke nagel ik welke kleur wil. En al die prikkels altijd. Ik vind het gewoon zo leuk om het gewoon zelf te kunnen doen. Nu ook deze nagel scoort voor, ja, het boeit me niet. Ze hebben ook van die tips dat je het gewoon zelf kan verlengen. Maar ja, het maakt mij niet zoveel uit. Deze is wat korter. Boeiend. Nou, dan gaat de tweede laag alweer. Dit is toch heerlijk dat je helemaal zelf die controle hebt over wat je doet. En ook dat je het zelf gewoon kan, omdat het zo makkelijk is. Maar ook dat dippen is gewoon leuk en makkelijk. Dat je gewoon denkt, oh, ik heb nu zin om eventjes mijn nagels te doen. Gisteren, nou, ik ging even lekker in het zonnetje veilen. En ook gewoon oprecht leuk. Heel leuk. Zo, ik kan wel even wat make-up op mijn gezicht gebruiken, zeg. Zo, kijk, deze is weer wat dikker. Ja, dan veilen we het straks wel weg. Het maakt niet uit. Heerlijk. Maar de vraag is, wanneer ga ik nou de glitter doen? Oh, nu dan. Oh, dit is lekker. Tadaa. Nu twijfel of ik ook nog een hand ga doen, omdat ik sneller klaar was dan ik eigenlijk had verwacht. Kijk hoe leuk. Ik was echt super snel weg. Wat nice dit, jongens. Dit is super leuk. Dus als je doenails ook wil proberen en gewoon het leuk vindt om lekker zelf ermee aan de slag te gaan. Geld te besparen. Te doen wanneer het jou uitkomt. Niet naar de salon te hoeven gaan. Dan moet je even de beschrijving checken voor een kortingscode. Ik vind doenails echt heel erg leuk en ideaal. Dus ja, check even de beschrijving. Volgens mij ben ik echt misschien net iets ruim 5 minuten bezig. Word je ook steeds sneller. Kijk hoe ver ik al ben. Ik hoef alleen maar te veilen en dan te topcoaten. En mijn vader heeft niet gezeurd over de geur. Dus dat valt ook heel erg mee. Dat is ook positief. Leuk! Ja hoor! Het is gelukt om ze allebei te doen. Nu ga ik lekker ontbijten, mijn haar doen, make-up. Ik heb echt super veel tijd. Ik dacht dat het langer duurde, maar het is super snel klaar. Ik heb even een ding erop, want echt alles maar mijn jasje kapot bijten. Oeh! Nou jongens, check even de beschrijving als je het ook wilt uitproberen doen. Niels. Dus kijk hoe geweldig. Dat is toch super. En ik weet niet of je het ziet, maar het is ook echt heel netjes, hè? Het is gewoon echt netjes. Niet dik, mooi dun, geen klonten, niet uitgeschoten en ik heb bijna niet hoeven veilen. Ja! Chico houdt niet van nagels. We zijn in Deventer, we zijn heerlijk bij... we dachten we gaan lekker wandelen, want het is super mooi weer. Het waait heel hard hier bij Linda, denk ik. Dit is een biologische boerderij waar, waar de koeien ook zelf naar hun melkrobot toe gaan als ze gemolken willen worden. Superleuk. En hier is Sean. Die is lekker aan het schommelen met de kinderwagen. Zo gezellig. We zijn met z'n viertjes op stap. Echt leuk. En dit is het beste watermeloenijs ever. Ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk wel verzadigd ben na die paar hapjes. Want het is zo'n intense smaak. Maar wel heerlijk. Heb ik verder nog wat te zeggen? Nee. Kan ik nog iets melden? Jij moet iets bedenken. Jij moet iets verzinnen. Weet je waar dit van is? Ja, van zij. Postbodes, Hiwan. Wij vervuilen ons, dus jij moet iets verzinnen. Is dat van deze streek? De catchphrase, die was ik het helemaal vergeten. Is dat van deze streek, Sean? Oh nee, het lensdopje is weer weg, zoals altijd. Oh, hier. Weet jij nog iets te vertellen? Ik heb net ook een filmscore. Van mij? Oeh. Zij hebben dit. Wie van... Jij hebt zeker geen slagroom. Nee. Geen ook buik mij van, hè? Kijk, de cappuccino ziet er heerlijk uit, maar ze hebben natuurlijk op een boerderij in Deventer geen havermel. Nee. Helaas. Er zijn geen haverkoeien. En Sean heeft dit gekocht. Ik zoek content, maar ik heb geen content. Zo, het is alweer 6:30. Dat was heel gezellig. Ik heb echt niks gevlogd, maar weet je... Als je ene vriendin echt totaal niet op YouTube wil... En Sean, die vindt zichzelf niet mooi genoeg voor YouTube, helaas. Super zielig, maar ja, ga ik ook niet dwingen natuurlijk. Dan valt er niet zoveel te vloggen. Dus we hebben gewoon lekker bijgekletst. Het was super gezellig. Ze zijn lekker buiten geweest. Lekker ijsje daar gegeten. Ik heb dus alleen de baby niet vastgehouden dit keer. Want we gingen eigenlijk, toen we aankwamen, gingen ze even borstvoeding geven. En toen gingen we meteen weg. Nou, heel eventjes gekeken. Schattig, schattig. En toen gingen we eigenlijk meteen weg. En toen zijn we best wel lang weg geweest. Ja, dan ligt ze gewoon natuurlijk in de kinderwagen. Super schattig. Echt de meest makkelijke baby ever. Niet normaal. Echt zo mooi en zo lief. Maar daarna gingen we eigenlijk meteen weg. Want
Jean die wou thuis eten, dus ik ging daardoor ook al zeggen dat ik thuis at. En we wilden geen file en het is nu alweer 5:30. Ik heb Jean ook nog teruggebracht, dus dat is ook weer bijna 1/2 uur extra bij de tijd. En het was ook al 1 uur en 15 minuten rijden, dus ik zit eigenlijk al 2 uur in de auto. Dat is wel jammer van zo ver weg, maar het was gezellig. Maar het voelt nu voor mij, ik bedoel, ik heb mijn nagels gedaan en mijn haar gewassen vandaag en Dave is er geweest. Maar het voelt echt alsof ik weinig heb gedaan voor iemand die al sinds 6:45 wakker is. Dus ik heb merk dat ik heel veel zin heb om nog iets te gaan doen, maar dat hoeft niet. Dus lekker pasta pesto eten en dan gewoon een keer een avondje chillen. Ja, dat mag ook wel weer een keer. Normaal heb ik er helemaal geen moeite mee met chillen. Ik vind dat juist heerlijk, maar omdat ik de laatste tijd zo druk bezig ben, moet ik weer even wennen aan niks doen, merk ik. Dus, maar ja, ik heb deze week natuurlijk geen één dagje gedaan wat ik normaal doe. Dat is lekker voor mijn huis een beetje aan de slag of naar winkeltjes toe, door die oudergesprekken. Dus ik denk dat ik dat morgen wel ga doen. Dat ik gewoon lekker eventjes voor mijn huis nog een beetje naar winkeltjes ga of zo. Dat, vind ik, dat geeft mij zo'n gevoel van vrijheid. En het huis, ik mag wel in het huis opzoeken, maar ik kan eigenlijk niks doen wat troep maakt. Dus ik kan niet echt per se veel doen. Maar ik ga er wel morgen eventjes heen. Ik heb net ook weer een on-the-go gefilmd trouwens. En dan ook even proberen te genieten van niks doen. Want daar ben ik juist goed in. Maar ja, in je eigen huis is het toch anders of zo. En er is natuurlijk zoveel te doen nu dat ik gewoon heel veel zin heb om dingen te doen. Dus ik merk dat ik nu het liefst nog naar een soort koopavond ga of zo. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga lekker mijn rust pakken en gezellig. Het is vrijdag. Het voelt natuurlijk totaal niet als een vrijdag voor mij. Omdat ik weg ben geweest, voelt het alsof het al weekend was. Maar lekker vrijdagavond met mijn ouders. Lekker wijntje, gezellig, helemaal leuk. Ja, yummy. Good morning allemaal. Ik moet zeggen, ik ben nog weer dus niet zo fit. Dus dat is heel irritant. Maar ik heb alsnog zin om lekker met mijn dag te beginnen. Dus ik was alweer 6:45 wakker. Het is nu denk ik 8:30. Je ziet ook waarom ik niet helemaal fit ben. Auw! Hij kan dus niet tegen nagellak. Hij heeft me super hard gebeten. Oh, dat is echt niet leuk. Hij kan er gewoon niet tegen, wordt helemaal agressief. Ja, noem maar weg dan. Moet je kijken joh, het pakt vol mijn vinger. Oh, dat is niet leuk. Kom eens die wel. In ieder geval, ik ga nu naar mijn huis, want ik heb net te horen gekregen dat ik dus zelf nieuwe stopcontacten moet kopen en dan een tikkie kan sturen voor de kosten. Dus ik ga nu thuis alles opmeten. Of in ieder geval kijken welke maten het zijn. Volgens mij is het wel universeel foto's maken of turven of veel van wat of wat dan ook. En ik wil ook even de keuken meten voor eventueel zo'n spatbord voor de keuken. Maar ik denk dat het dat maatwerk moet worden. En dan ga ik naar de IKEA om wat losse onderdelen op te halen die eigenlijk woensdag over een week bezorgd zouden worden. Maar dat zou dan samen bezorgd worden met een matras en een spiegelkast die ik niet meer wil en niet meer geannuleerd konden worden. Dus ik kan alleen de hele bestelling annuleren. En anders moet ik weer die dingen gaan retourneren. Dus ik dacht, ik annuleer die bestelling wel en dan haal ik het wel op in IKEA Utrecht. Want dat is het enige filiaal. Samen met Eindhoven waar je het kan krijgen. Zo'n montagekit voor de keuken. En een aantal andere onderdelen. Maar die zijn wel in Amsterdam. Maar die montagekit dus niet. En daarom liet ik het bezorgen. Maar ik denk ik ga het wel gewoon halen. Dan ben ik er ook weer vanaf. En ja, ik denk dat ik daar wel even mee bezig ben. Dus ik zal jullie weer meenemen. Ik heb serieus een nieuwe verslaving. En dat is dus gewoon vroeg opstaan. Het is 9:15 en ik zit gewoon in de auto. Dit is voor mij echt heel bijzonder op een vrijdag. Wow. Mama rijdt voor me in de auto. Die zag mij weggaan en dacht ik ga ook meteen. Die zegt dat jij eerder weg bent dan ik. Dat kan niet. Ik wil eerder. Ik had ook al met haar meegewild. Vind ik altijd gezellig. Maar zonde van mijn tijd. Ze gaat dat deurslot terugbrengen wat ze had gekocht voor mij bij de Nijhof in Baarn. En naar de kringloopwinkel. En naar de Action. Nee, naar de Aldi. En naar het Reformhuis. Dat vind ik altijd zo gezellig om dan mee te gaan. Maar ja, zonde van mijn tijd. Behalve de Nijhof, maar... Ik vind het altijd heel leuk met mama op stap te gaan. Maar ik kan beter even mijn eigen dingetje doen. IKEA Utrecht is dus 33 minuten rijden. Wat doet zij? Oh, ze doet zo. Oh, ze is iets met eten kruimels, denk ik. Maar ik ben wel echt doodmoe. Maar het is heel grappig. Ik heb gewoon niet meer iets van, ik wil slapen als ik moe ben. Ik heb gewoon iets van, nou, kan ik vanavond weer slapen? Ineens heb ik het helemaal te pakken. Toen ik in Zoetermeer woonde... Echt stom, maar zij zijn allebei, mijn ex en mijn bonusdochter ex, zijn dus allebei echt enorme vroege opstaanders en vroeg naar bed. En ik lag daar gewoon tot 11:00 te tukken. Zo stom dat ik dat nu wel doe. Ik weet het ook niet. Het is natuurlijk ook het zonnetje nu, hè. Maar alsnog, het is gewoon een ritme. Ik vind het heerlijk. Het is helemaal lekker. Ja, vroeger toen ik 5 dagen als juf werkte, stond ik natuurlijk ook elke dag vroeg op. Maar dan ging ik dus wel in het weekend. Echt, dan wilde haar naar mij toe komen, weet ik nog, in Muiden. En dan zei ik, ja, het kan pas om 12, want ik moet echt tot 11:00 slapen. Om bij te tanken. Maar nu
ik weet dat mensen ook wel eens juist denken van, oh, je hebt echt mazzel dat je uit kan slapen. Dat snap ik ook, maar ik kan het dus nu ook niet echt. Want ik dacht, oh, ik ga nog eventjes liggen een half uurtje, maar ik val gewoon niet in slaap. Maar dat komt ook omdat ik echt zin heb om op te staan, omdat ik natuurlijk zoveel te doen heb nu. Dus dat is het natuurlijk ook. Ik denk, als ik straks in mijn huisje zit en alles is af, dat ik ook echt wel een zaterdagje lekker uitslaap. Maar ik heb nu gewoon wel ervaren hoe fijn ik het vind. En ik denk als je nu ineens om 11 uur pas gaat opstaan en met je dag begint, dat je echt gaat voelen van, wow, wat heb ik minder uren in een dag en wat krijg ik minder gedaan. Want ik had gisteren al het gevoel van, wat heb ik weinig gedaan. Terwijl ik natuurlijk echt best wel heel erg vroeg omdat de dag was begonnen. Dus ja, ochtendmens. Ik denk dat het, mijn moeder zegt ook, ik ga zo lekker op met het ritme van de dag, met het licht meegaan. En ik ben altijd een avondmens geweest. En ik kan ook in de avond super goed bijvoorbeeld studeren of werken. Of dan is iedereen in slaap. En ik vind dat heerlijk. Dat zal echt wel blijven. Maar ik ga hier ook wel heel lekker op hoor. Daar ben ik. Deze kleurvloer is wel echt mooi. Die er nu in ligt. Dit is de egalisatielaag. Kijk. Dit wordt de kleur. Dat is wel een stukje donkerder. Ik vind het wel mooi. Maar het is wel grijzig. Maar wel mooi. En er zitten dus allemaal nog van die klonten en zo, maar dat gaan ze waarschijnlijk denk ik allemaal nog schuren. Dat heeft namelijk gevraagd van, hoort dit? Wordt het nog geschuurd? Maar dit is dus de eerste laag. Dit wordt nog allemaal geschuurd en dan gaan er nog allemaal andere lagen overheen. Dus top! Oké, ik ga even alle stopcontacten noteren. Wat mooi is ook iets vuur zeg, om te zien. Ik vind het superleuk. En wat ik me ook nog afvraag, ik heb nog losse plinten. Die moet ik eigenlijk ook opplakken voor hij verder gaat. Maar hoe plak ik dat op? Ja, ik maak maar foto's van alles. Ik heb geen idee wat dit voor gat is bijvoorbeeld. Hi. Want het geeft me zoveel stress omdat ik het gewoon allemaal echt niet weet. Dus als jullie ze wel gewoon weer terug kunnen halen, zeg maar, zou dat wel heel fijn zijn. Ja, maar goed. Dankjewel. Ja. Super. Oké. Dankjewel. Doei. Oh, ik kan wel huilen werken, want ik vind het zo moeilijk dat je dat allemaal zelf moet doen. Dus nu hoef ik dat even niet. Dan kan ik gewoon even focussen op wat ik zelf wil doen en moet doen en niet op dit. Dus fijn dat het zo is opgelost. Wow, IKEA Utrecht is chill. Ik heb trouwens, er komt een buurman vanmiddag even naar mijn raam kijken. Maar het is hier echt zoveel groter. Heel chill, rustig muziekje. Allemaal parkeerplekken. Hele rustige vibe, alsof er niemand is. En hier omheen heb je dus mega veel woonwinkels. Dus hierna kan ik ook nog hier lekker rondlopen. Met het heerlijke weer. Montagekit. Keukeneiland. Dit is het ding wat dus steeds niet geleverd kon worden. Waarvoor ik naar Utrecht ben. Die heb ik. Check. Volgens mij kan je het ook al scannen met je app. Dat je dus niet straks nog bij de zelfscan alles hoeft te doen. Ik zie mensen allemaal scannen. Ik weet het niet zeker. Nou, geen idee. Oké. Dan, dit was pad 10. Dan nu naar pad 54 en 55. Oh ja, dit zijn ze. Ik hou dus niet van hout, behalve van buiten. Dat vind ik wel leuk. Ik moet zeggen, deze kleur trekt me meer aan, maar ik denk dat ik dit chiquer vind. Die donkere kleur. Maar ik weet het niet. Oeh, dit vind ik lastig. Nee, ik denk toch dit. Wel veel werk is om dit te gaan, ja, niet veel werk, maar het werkt gratis bezorgd, zeg maar, in de kosten van mijn andere bezorging. Dus dat is wel chill geweest als dit bezorgd werd, maar ik had gewoon geen zin in dat gedoe met dat matras en die spiegelkast, weet je wel, die dan weer, ja, dat dat dan weer retour moet en bla bla bla. Dus 1, 2, 3. Alles voor wat ik nodig had van mijn bestelling. En nu nog die vlonders voor mijn balkon. Op naar de vlonders. Maar ik twijfel dus over donker of licht. Trouwens, al die mensen die altijd denken van, hé, hoe kan je nou leven van YouTube en 2 dagen juf zijn? Het is toch geen werk? Besef eventjes hoe vaak ik mijn camera erbij pak, hè? Ken je IKEA Scan & Go al? Dat heb ik gedaan. En vervolgens in één handeling afrekenen bij een Scan & Go kassa.
Zo wordt winkelen bij IKEA makkelijker. Dus alles wat ik de hele tijd, zeg maar, ook als je even in de IKEA bent, als je thuis bent, ik film de hele tijd alles, hè? Ik film zo ontzettend veel. Ik weet dat heel veel van jullie het wel snappen, maar sommige mensen snappen dat niet. Dan denk ik, jongens, je moet de hele tijd je camera pakken. En dat zit dus de hele tijd in mijn hoofd. En ik vind het dus leuk, maar je bent wel natuurlijk de hele tijd ermee bezig. Dus dat is wel werk. Daar ben ik weer. Veel avonturen beleefd vandaag. Ik weet niet wat ik hiervan vind, maar ik zag dus, ik ging naar de Praxis op zoek naar iets als voor een soort spatbord met tegels of zo. En dan heb ik dus dit voor een euro per stuk in de outlet. Maar ja, het is natuurlijk niet mooi. Ja, want ik dacht al, hij is te hoog voor onder het stopcontact om hem helemaal door te trekken. Als ik hem helemaal doorgetrokken was het mooi, maar nu is het eigenlijk niet mooi. Want nu vind ik dit niet mooi op die koopplaat. Ai ai ai, dus nu weet ik even niet wat ik hiermee moet. Ik denk ik ga leuk die vlonders doen. Ik heb trouwens dit als tegelrijm en stootdoppen voor de deur, maar... Mijn ding kan nou natuurlijk helemaal niet open, mijn deur. Dus ik krijg een buurman appen die had gezegd dat hij wel even wilde kijken. Deze krijg ik ook niet meer aan de plaat. Het sleutelprobleem is opgelost. Ik heb gewoon een andere sleutel gepakt. Ik heb er 3. En daarmee draait hij in beide deuren wel om. Super raar. Maar dan is het nog het eerste probleem niet opgelost. Maar dan kan ik nu wel hiermee gaan beginnen. Ik ga sowieso hier even een stootdopje plaatsen. Alcohol. Ja, beter. Kijk, je houdt natuurlijk uiteindelijk die randen over daar en daar ook. Dus dat weet ik niet. Ik denk wegsnijden. Maar ik moet even naar de auto om meer te halen. Het is wel heel gezellig, die tegels buiten. Ik denk dat het deze is. Of... deze. Lekker hoor! Het gevoel van een gietvloer. Kijk, dit oude spul is er ook. Oh my god. Hij is nu al niet meer gelijk. Want het laagste gietvloer er al ligt. Dat is erg. Kan niet meer. Oh nee. Ik had het eerder moeten doen, het past niet meer. Scheiße. Oh. Zie je? Dat is echt balen. Ik ga dit ook even snijden. Een textiel ding voor de voordeur. Oh, huh? Dus hier was het. Hoe weet ik dan dat ik recht ga? Werkt het? Het wordt dus nooit mooi, hè? Ik ben hier gewoon niet goed in allemaal. Ja, ik doe het wel gewoon zo. Ja, rechtsboven zit een heel klein beetje licht. Moet ik het eigenlijk weer helemaal opnieuw doen. Maar ik dacht, ga ik gewoon nu zo met een pen erop schrijven. Oké, ik heb het afgetekend. Ga ik het nu afhalen en snijden. Is dat juist zo netjes? Oké. Ja, netjes is echt anders. Misschien lijkt het nu netjes, maar het is echt niet netjes. Maar ik heb hier het geduld niet voor, jongens. Het kost wel 20 euro zo'n rolletje. Maar ik heb nog een stukje. Ik had het gewoon moeten knippen. Ik heb hier gewoon geen zin in. Het lijkt mooi op beeld, maar het is echt niet mooi. Oké, ik ga verder met... Dat is het. Ik heb gewoon geen geduld voor zulke dingen. Ik ga verder met mijn balkon. Daar heb ik wel geduld voor. Waar is nou weer mijn Stanley mes? Waarom heb ik ook alles gekocht, behalve bijvoorbeeld een schaar? Waarom heb ik geen schaar?
Is zo'n tomatenschil meestal sterker dan Stanley mes? Dit vind ik nou leuk. Hier word ik blij van. Super mooi. Oké, ik heb nu 4 pakken en nu is het zo. En dan kan je dus nog een rij. Maar ik denk dat het net bij de buurvrouw onder vandaan komt. Ik kan het niet goed inschatten, omdat dit ding is best wel dik. Dus ik belde haar zo voor een half uurtje thuis. Dan kan ze even kijken of het uitsteekt bij haar. Ik denk het eigenlijk wel als ik het zo zie. Kijk hoe mooi dit is. Als het niet uitsteekt, kan ik hier nog een baan leggen. Als het wel uitsteekt, dan schuif ik hem helemaal deze kant op. En dan kan daar ook nog een tegel bij. Ja, het is natuurlijk ook lastig als je een meubel neer gaat zetten. Een hoekbankje of een bank. Dan wil je natuurlijk ook liefst dat de vloer gelijk is. Dus ja. Ik had even een Insta-filmpje gemaakt in plaats van een vlog. Maar het is heel mooi geworden. Ik heb ze dus gehalveerd, heb ik dat überhaupt gezegd? Volgens mij heb ik dit niet gezegd. Ik ging eventjes op het trappetje staan om over haar dingen heen te kijken. En toen zag ik dat het echt wel uitstak. Kijk maar, als je zo recht van boven kijkt, zie je. Red je het net niet met zo'n halfje. Maar kijk, je ziet er niks van. Je ziet er niks van. Dit zijn halve, die heb ik doormidden gesneden. Met zo'n mesje. Eerst duurde het heel lang, uiteindelijk ging het super snel. Daar heb ik ook geen randen. Want de randen, die zitten aan de delen die ik niet gebruikt heb. Kijk. Ik vouw hem zeg maar dubbel. Dit is echt een tip trouwens. Ik weet niet of anderen dit ook doen. Misschien is het al een lifehack. En dan barst je die niet helemaal. Toen ben ik dus, eerst begon ik dus hier te snijden op dit kruis, maar dat is natuurlijk heel zwaar. Dus daarna ben ik op het dunne stukje ernaast gaan snijden. Dus in zeg maar dit stukje, maar dan van de andere tegel. Waardoor je dus ook die zwarte uitsteekseltjes helemaal niet hebt. Dus je hebt die randen niet, maar je ziet, zie je, dit zit aan deze tegel. En aan die tegels, zie je helemaal die zwarte stukjes niet uitsteken. Dus dit is echt prachtig. Ja, maar van die vieze flesjes daar, maar dit is echt beeldig. I'm obsessed. Ja, tuurlijk was het perfect als het daar ook nog had gezeten, maar ja, boeiend. Het oog nu een paar centimeter kleiner misschien. Of ik schuif dat nog een stukje op, maar ik denk niet dat dat mooier is. En als daar uiteindelijk een bankje staat, ja, dan moet je dus wel even opletten met die pootjes. Maar goed, het komt goed. Ik vind het echt goed gedaan. Bijna op maat gemaakt. En dat voor echt heel weinig geld. Hallo allemaal, ik zie er een beetje uit zoals ik me voel. Ik ben een beetje verslaafd aan vroeg opstaan. Ik had beter iets langer kunnen slapen, want ik sliep denk ik pas om 12 uur. Ik heb vorige week 1 keer gesport, benen. Deze week 1 keer gesport, benen. Dat betekent dat ik al 2 weken mijn bovenlichaam niet heb getraind. En ik voel het echt aan alles, dus... Het sporten was ook echt heel lekker. Ik had alleen een kleine matcha op, nog niet gegeten, maar ik heb twee gekookte eitjes bij. Shoutout to Jos, bedankt Jos. En deze van mama en... Ja, ik ga buiten gewoon proberen om er een stukje af te krijgen. Ja, dan zaag je dus wel meteen dit stuk dus eraf. Het ronde. Nou, het zal wel. Auw. Kijk, dit is dan wel weer handig. Het is wel een hele grove zaag hoor. YouTube video opzoeken met hoe moet ik zagen. Dan hoop ik dat ik het genoeg eraf heb. Ik denk het niet.
Heel klein stukje omhoog moet hij. Yes. Top. Yay. Jongens, het is gelukt. Hallo. Ik had dus spul gekocht om het op te lijmen, maar mama die had een flesje, dus dan kan ik dat spul terugbrengen. Zo. Waar is weer die lijm? Ze hadden echt maar één kleurtje hierop. Ik zou eerder aan de zijkanten. Nou, dan hebben jullie ook weer geleerd van deze vlog dat jullie dit ook kunnen, want als ik dit kan, dan kunnen jullie het ook. Misschien doe ik nu te veel spul. Dat weet ik niet. Liever te veel dan te weinig. Oh joh, dit is echt super makkelijk. Zou ik hem eigenlijk nog even moeten witten? Nou, een millimeter niet goed, maar daar ga ik echt nooit van mijn leven meer naar kijken. Hier moet ik gewoon een beetje, ik vind sowieso dat ik eigenlijk de plinten op moeten laten witten. Hij komt hier door de stuk net 1 millimeter hoger, had ik er meer moeten afzagen. Bij die volgende kan ik er net iets meer afzagen, want er komt toch nog een vloer tegenaan. En dan zie je dat niet meer. Maar dit is goed. Nog twee te gaan. Oké, doei. Hoe zie je nou op dit rechtje? Gezondig. Hoe zie je nou op dit rechtje? Oké, ben ik er, jongens. Ik moet even snel een IKEA meeting. Zie ik eruit? Jeetje, moet die webcam zien er echt debiel uit. Hier niet, maar ja, een beetje. Goed. En u had zelf al de maten? Ja, ik was het nog. Ik hoopte dat, dat je iets te laat was. Ik was het nog even één keer aan het nameten. Oké, gelukt. Ik heb het besteld en gemeten. Ik vind het super spannend, maar ze zei je kan beter een millimeter te veel hebben en nog schuren. Wat ik liever niet doe, want je bestelt iets op maat, maar goed. Ja, als je te weinig hebt, kan je natuurlijk niks meer. Ik wilde in principe tot 26 centimeter hoog het helemaal zo trekken, want dat leek me wel het mooiste. Maar toen dacht ik, ja, het is toch, als je toch op maat bezig bent, qua spatten beter om het hoger te doen. Dus ik heb nu hier helemaal dit, tot hier. En dan loopt hij zo door eronder langs. En ik denk dat dat er niet raar uitziet, want heel veel keukens hebben dat. Het is dan dus hetzelfde materiaal als mijn kookeiland. Dus beige. Ik denk dat het heel mooi gaat staan bij elkaar. Verder heb ik zojuist mijn eerste eigen boormachine gekocht. Niet zo'n grote klopboor, maar wel een boordje waar je gewoon lekker in houdt. En simpele dingen mee aan de slag kan. Zodat ik gewoon in ieder geval hier binnen in huis in de makkelijke muren lekker zelf wat dingetjes kan doen. Ik heb een zwarte kraan voor in de keuken gekocht. Voor hier. Bij de IKEA. En speciaal naar de HEMA gegaan omdat ik een roze zilveren blik wilde. Mijn bestekbak gehaald, maar ook ontdekt dat deze iets mooiere bak ook past. Samen met die ernaast. Dus alsnog voor de zekerheid die ook. Zodat ik niet weer voor 80 cent terug hoef als het toch niet goed is. En allemaal gereedschapsspullen. Willen jullie waarschijnlijk zien. Ik moet zeggen dat ik er nu wel een beetje klaar mee ben. Omdat ik ook weet dat ik morgen weer werken en het is al bijna 5:30 en het is wel mooi geweest met mijn obsessie om de hele tijd in mijn hele huis bezig te zijn. Ik heb gewoon heel erg dat gevoel van als ik tijd heb moet ik dingen voor mijn huis doen. En nu komen er weer twee werkdagen aan en dan een dag naar een vriendin en de dag erna kan ik misschien al naar Lotte. Dus dan ben ik wel weer blij dat ik nu veel heb gedaan. Glasschraper, kids. Houtvuller, standaard pluggen met schroeven, lijm, nieuwe raamfolie, setje met een hamer, zaag, voor onder je meubels, bestekbakken. Wat was het wel? De rest ligt nog in mijn auto. Oh, kitspuit en stofaanblik. Wow. Dit is wel nog mooier dan vorige keer. Moeten jullie die dressing zien? Wauw. Weet je wat er is dat of niet? Wat? In de dressing? Dan kan je het even vertellen aan de volger. Frambozen, honing, beetje mayo, beetje wijn, rode wijnazijn. Oh, ik dacht mijn rode wijn. Rode wijnazijn, zout, peper, een beetje sesam, olie. Dat is het. Mooie kleur, hè? Ja. Want we zijn nog even een Instagram post aan het maken. Lijkt je een beetje op je muur of niet? Nee. Als je me nog niet volgt op Insta, ik plaats hem dus echt iedere week 10 foto's. Mooi, yummy, yummy. Mooi plan. Liefste mensen,
Oh, dat was ik moe net. Niet normaal, maar die salade was zo lekker. En daarna ben ik in bad gegaan, 1,5 uur. En toen had ik eigenlijk meteen mijn bed in moeten gaan. Maar ging ik nog heel even beelden importeren en editen. Ik heb dus bijna mijn hele vlog voor volgende week al geëdit. Wat ik normaal dus op woensdag doe. Ik heb gewoon deze week geprobeerd om steeds een beetje te bewerken. En net ook. Het is ook veel leuker om steeds een beetje te doen. En daardoor hoef ik, als ik dat vol kan houden, hoef ik niet steeds op de woensdag alles te doen. Hoe chill. Dus dan kan ik woensdag gewoon de laatste dingetjes doen. Een thumbnailtje. Echt top. Ik hoop dat ik dat kan volhouden. Want het is best wel stress dat je in één dag je vlog steeds moet afmaken. En die nacht doorwerken vind, wil ik niet meer. Maar het was een superleuke vlog van jullie. Dus durf je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En als je wil reageren maar niks te zeggen hebt. Ik moet zeggen, mijn nieuwe vlog, dus die jullie net hiervoor hebben gezien, heeft echt 100 reacties minder dan die ervoor. Terwijl hij had in één dag al 10.000 views. Dus echt 10.000 van jullie denken, ik moet die vlog zien. Geweldig. Maar hij wordt minder gepusht. Hij heeft echt nog superveel views. Maar ik merk, hij wordt minder gepusht. Terwijl als jullie reageren, wordt hij gepusht. En dan gaan meer mensen kijken. Want dat loopt zo goed. Dus dat zou ik mezelf heel erg gunnen. En ik weet dat heel veel van jullie me dat ook gunnen. Dus weet je niks te zeggen, reageer dan even met... waar ging deze vlog over? Een vloertegel of zo. Weet ik veel. Of een balkon. Of waar ging het over? De IKEA. Ik bedenk iets leuks. Doe gewoon een emoji. Of zeg iets randoms. Jongens, maakt niet uit. Het is alleen maar grappig voor de mensen die niet tot het einde hebben gekeken. Heel erg bedankt. Check me zeker op Instagram. Check me. Nee, maar ik plaats elke dag en elke week en een korte versie van de vlog. En ik doe nu steeds een weekoverzicht. Zolang het me lukt. Ik doe echt mijn best. Ik heb allemaal foto's van mezelf gemaakt deze week. Zodat ik toch een weekoverzicht kan delen. Dan zie je dus op de zondag al het weekoverzicht. Terwijl de vlog pas donderdag komt. Dus je ziet toch al 4 dagen eerder wat meer. Plus ik plaats elke dag stories. Dus als je me daar volgt zie je zelfs recentelijk al dingen. Wat betekent dat je het dus ja, soms al meer dan een week eerder ziet dan in de vlog. En toen voel ik mijn camera uit. En film ik verder met deze. Dit is mijn minder goede camera. Dus bedankt voor het kijken jongens. Bedankt voor de support. En ik zie jullie volgende week bij een vlog. Of op Insta. En fijne dag. Bye.